what freedom is to me. No fear. That you can be a powerful man and accost women. When they go low, we go high. Peaceful beef. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kijk er echt naar uit naar deze opnames. Nu ben ik benieuwd naar welke kanten we allemaal gaan gaan. Dit is een onderwerp dat ik niet zoveel over weet, dat ga ik toegeven. Dus misschien moeten wij beginnen met je eigen even voor te stellen. Alright, ik ben Josephine Daalmans. Ik ben bijna 41 jaar. Ik ben de ex-hoofdredactrice van Charlie Magazine. De auteur van het boek De Naakte Waarheid. En ik ben ook columnist bij De Standaard. En waar heb jij het vooral over? Waar heb ik het over? Ik schreef voornamelijk over body image, beeldvorming in de media en gendergelijkheid. Ja. En de laatste tijd ben ik mijn onderwerpen een beetje aan het uitbreiden. Naar eigenlijk hoe dat we omgaan met elkaar in een heel veranderende samenleving. Ja. En is er een bepaald reden dat je naar die thema's teruggaat? Of? Ja. Misschien omdat ik ben mijn carrière begonnen bij de klassieke vrouwenbladen, dus bij Flair. Eerst als vormgeefster, dan als chef layout en dan als artdirector. En ik heb daar het vak van blademaker geleerd, wat een heel mooi vak is. Een beetje een uitstervend vak. En na 10 jaar zat ik daar een klein beetje op mijn honger, omdat ik vond dat de inhoud vrij repetitief was. En vooral dat de beelden, omdat ik aan de beeldkant zat van het bladenmaken, dat de beelden heel stereotyp waren. Dus de vrouwen die ik voornamelijk zag in de vrouwenbladen waren altijd slank, blank, mooi, jong, hetero. En die leken eigenlijk niet op de vrouwen die ik zag in de echte wereld, in mijn leven. Mijn vriendinnen, mijn collega's, mijn familieleden. En ik zag dat er gewoon een heel grote kloof was tussen mensen hoe zij zijn en mensen hoe zij afgebeeld worden. En ook dat de manier waarop wij vrouwen afbeelden, of de manier waarop wij mensen afbeelden, een enorme impact heeft op hoe dat wij naar onszelf kijken. Met name dan complexen in de hand werken, vrouwen onzeker maken, dat ze er niet zo uitzien als vrouwen in de boekjes. En door die, door dat van dichtbij te hebben gezien, hoe dat systeem werkt, had ik de drang om een alternatief te maken. Dus een nieuw medium te maken waar dat er een groter spectrum was van hoe dat je vrouw kan zijn, hoe dat je eruit kan zien, met welke onderwerpen dat je bezig bent, wat je ambities zijn, wat je rol is in het leven. En dat was Charlie Magazine dan. Ja. En misschien even terug naar het beeld dan dat je zei, voordat we met Charlie Magazine verder gaan, want dat vind ik ook wel super interessant om over te babbelen. Hoe komt het dan dat er eigenlijk altijd neigde naar het stereotype beeld van een vrouw? Ik zal denken dat veel mensen die bij die magazines werkten, waren dat veel vrouwen. Ja, onze redactie op de vrouwenbladen bestond voornamelijk inderdaad uit vrouwen. Natuurlijk, hoe hoger dat je ging, hoe hoger de functies waren, hoe meer mannen. Ja. Dus ik heb inderdaad wel vaak de reactie gekregen, ja, maar vrouwen willen ook die beelden zien. Zij kopen die boekjes, zij maken die boekjes en dat klopt wel. Maar als je nog een paar stappen teruggaat, dan zie je wel dat die beelden worden gemaakt om te behagen aan een zeker model, een model dat al langer bestond, waarin jonge vrouwen werden opgehemeld en andere vrouwen niet meer werden getoond of gecensureerd. En ook natuurlijk omdat al die damesbladen drijven op een winstmodel dat draait rond advertenties. Ja, dus je moet vrouwen het gevoel geven dat ze dingen nodig hebben, zodat ze dingen gaan kopen. Ik geef een heel concreet voorbeeld, anticellulietcreme. 200 jaar geleden bestond celluliet zelfs niet, er was geen woord voor, dat bestond gewoon bij vrouwen. En dat werd niet benoemd totdat een producent van cosmetica materiaal, van schoonheidsproducten, dat probleem tussen aanhalingstekens heeft gemarket als iets dat je moest behandelen. En om die celluliet te behandelen moest je zijn crème kopen. Dus hij heeft celluliet echt in de markt gezet alsof het een ziekte is en een ziekte waar je vanaf kan geraken door zijn crèmes te kopen. En een heel aantal vrouwbladen heeft dat overgenomen. Hij is die campagnes beginnen overnemen van celluliet is lelijk, ongezond, is een ziekte, je moet dat bestrijden.
Terwijl het daarvoor absoluut geen probleem was. Elke vrouw heeft cellulite, zelfs sommige mannen hebben cellulite. En die man is natuurlijk heel rijk geworden. En ja, zo zijn er heel veel dingetjes. Hè? Kraaienpootjes, rimpels, grijze haren, okselhaar. Het zijn allemaal dingen die daar heel natuurlijk zijn, heel normaal zijn aan een vrouwenlichaam. Maar die geproblematiseerd worden door de schoonheidsindustrie, door de reclameindustrie, waardoor dat vrouwen onzeker zijn en producten gaan kopen. Dus als ik het een beetje mag samenvatten, is het vooral alleen naar de vraag die ik dan had gesteld van, het zijn vrouwen die eigenlijk redacties zogezegd schrijven, maar het is eigenlijk met een bepaald beeld van bovenuit dan, dat je dan weet van, ah ja, dat verkoopt er, of dat gaan we eigenlijk beter kunnen pushen naar de mensen, of dat gaat beter verkopen dan dat we eigenlijk een realistische beeld gaan geven van vrouwen. Ja. Dat is wel interessant om zo over na te denken, want ik denk, een tijdje geleden hebben we ook gesproken met de redactie. Dan hadden wij gesproken, en ik vind het ook leuk dat je altijd van die voorbeeldjes geeft, want zo kun je daaraan linken. Mm-hmm. En een van de voorbeelden die je toen had gegeven was Gillette. Mm-hmm. Met beenhaar van vrouwen. En daar had ik nooit van gehoord tot je dat vertelt. Dus ik weet niet, kun je dat ook even vertellen? Dan... Ja, zeker. Ja, Gillette is ook een heel goed voorbeeld. Het gaat inderdaad over lichaamshaar bij vrouwen. 100 jaar of 200 of iets meer dan 100 jaar geleden was dat ook geen issue bij vrouwen. Vrouwen droegen toen ook voornamelijk lange rokken. Okselhaar was toen ook helemaal geen probleem. En Gillette, de maker van scheermesjes voor mannen in die tijd, had zijn markt eigenlijk een beetje helemaal ingepakt en wilde zijn markt uitbreiden naar vrouwen. En hij heeft toen een soort campagne gemaakt waarin dat okselhaar geproblematiseerd werd als iets vies, als iets onhygiënisch. Er werden advertenties gemaakt dat vrouwen met okselhaar geen man zouden kunnen hebben, niet aantrekkelijk zouden zijn. Vrouwenbladen hebben die overgenomen en vrouwen zijn toen massaal giletmesjes beginnen kopen, zijn hun okselharen en hun beenharen beginnen afdoen. Tot op vandaag, ik heb dat altijd heel normaal gevonden dat vrouwen zogezegd geen haar hebben of mogen hebben. Dus ik ben al van op heel jonge leeftijd mijn beenhaar en mijn okselhaar beginnen afdoen, omdat dat voor mij normaal was. Het was zogezegd natuurlijker voor een vrouw om geen haar te hebben dan om wel haar te hebben. Maar eigenlijk is het de omgekeerde manier. Maar het is maar in welke wereld of met welke beelden dat je groot geworden bent. Die beelden vind je normaal. Dat is ook zo wat zotte, wat je dan zegt. En dan betrap ik mijn eigen er ook op dat ik daar ook in geloof. Ja. De eerste keer dat ik echt zo vrouwen zag met haar, was in een documentaire rond de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Met dan die vrouwenkampen dat ze dan hadden om vrouwen dan op te voeden tot het ideaal beeld van, van Duitsland of van nog allemaal. Was dan dat je dat zo in die beelden zag en dan zag je die vrouw dan de Hitlergroet doen. Mm-hmm. En die hadden okselhaar. En dat was de allereerste keer dat ik dacht van, wat? Maar echt bossen dat ik dacht van, huh? Ja. En omdat je daar ook nooit bij het stilgestaan van, vrouwen, hun haar groeit ook. Allee, is dat? Bijvoorbeeld mijn vriendin heeft ook nauwelijks haar of doet dat toch niet. Het is zo, nu beginnen zo wat meer en meer mensen te zien die dat doen. En dat is... Ik doe dat nog steeds, zo even kijken van... En dan zo erbij doen van, nee, dat is normaal. Dat is normaal. En dat is zo... Je wordt eigenlijk gebrainwashed op de een of andere manier. Ja, want ik heb hetzelfde. Want ik weet inderdaad, ik weet die backstory daarvan. Maar ik heb dezelfde reflex. En ik zal ook misschien niet zo snel al mijn haar laten staan. Gewoon omdat ik dat al zo... Al 40 jaar heb geleerd dat dat niet normaal is. Maar dat gaat zo ver dat een onderzoek heeft een keer een test gedaan op hoe mensen reageren op vrouwen met lichaamshaar, zowel mannen als vrouwen. En blijkt dat zij even hard walgen van een vrouw met lichaamshaar, dus echt walgen, als bijvoorbeeld van een beeld van rot vlees waar maden uitkomen. Oei. Dus we hebben zo'n aversie gekweekt tegenover een compleet natuurlijk verschijnsel, dat wij gewoon walgen van ons eigen lichaam. En in die zin... merk je pas hoe gebrainwashed puur, je bent. Hè? Puur uit een marketingstrategie. Puur uit een marketingstrategie. Ja, want je zou nog kunnen denken van... sommige schoonheidsidealen zijn misschien ook... Hebben een functie. Jeugdigheid. Het is, een jonge vrouw is vruchtbaarder, zogezegd. In de evolutietheorie.
Maar haar of okselhaar heeft eigenlijk daar weinig mee te maken. Ja, zelfs okselhaar en schaamhaar is een manier van de natuur om dat te vertellen dat deze vrouw is geslachtsrijp, seksuele betrekkingen super hebben. Raar. Maar wij hebben dan geleerd om een vrouw zonder haar, like een pre-adolescent lichaam, sexy en aantrekkelijk te vinden. Wat dat heel bizar is. Ja, dus inderdaad, als je het langs die kant, dat heb ik ook nog nooit gedaan, is dat inderdaad wel een beetje walgelijk. Ja. Die stunt. Maar ja, uiteindelijk, of het nu slecht of goed is, is gewoon zot dat het een marketing stunt is die heel ons manier van denken, vooral in de westerse wereld, maar ook in andere plekken, zoals Brazilië, en werking, totaal is veranderd. Ja. En dat is dan ook wel op dit moment een van de grootste schermisbedrijven dat we hebben natuurlijk. En dus met die beelden, dat je eigenlijk dat begon door te zien en je dus besloot om een eigen magazine te starten. Ja. Hoe was dat? Dat was heel fijn en heel uitdagend, maar ook wel heel zwaar. In Vlaanderen een nieuw medium op de markt brengen is moeilijk. We zitten met een hele kleine markt. We zitten met een markt waar vooral de grote spelers de succesvolle titels in handen hebben. En waar dat de kleine titels niet of weinig ondersteund worden. Dus inhoudelijk gezien was dat ontzettend fijn en leerrijk. En ik heb heel veel interessante mensen leren kennen. Maar op zakelijk of financieel gebied was het echt een uitputtingsslag. Ja. Dat is eigenlijk wel erg, want dat vertelt dan veel over, ik zal niet zeggen onze samenleving. Jawel, ik zal zeggen onze samenleving. Het vertelt veel over onze samenleving. Want ik denk, ik heb daar een bepaald aantal beelden gezien van Charlie Mag. Ik was vooral altijd gefascineerd door de afbeeldingen. Mm-hmm. Want dat zijn inderdaad geen dingen dat jij normaal ziet mm-hmm. in magazines. Maar op de een of andere manier vond ik dat wel leuk om meer over te mm-hmm. weten. Wel leuk om zo die andere kanten te zien. Mm-hmm. Om dan, wat je dan quote-unquote extreme kanten kunt noemen mm-hmm. in onze maatschappij, maar dat eigenlijk normaal zouden moeten mm-hmm. zijn. Dus dat was wel interessant. Maar het zegt veel over een samenleving dat mensen dan zoiets hebben van, ja, nee, zo hoort het niet te zijn, dus mm-hmm. ik ga het niet doen. Mm-hmm. En ik denk dat dat misschien ook een beetje is gebeurd. Ja, ik denk sowieso de Vlaamse markt is wel een reden van het, dat het zakelijk zo moeilijk was. En ook, denk ik, omdat wij een klein beetje voor waren op de thema's die nu groot en populair zijn. Dus voor de MeToo-uitbraak in 2017, een aantal jaar daarvoor, waren wij al bezig over verkrachtingscultuur of sexual consent. En voordat het Zwarte Pieten-debat eigenlijk in Vlaanderen is losgebroken, waren wij ook al bezig rond racisme, dagelijks racisme. En Dalila Hermans is bij ons begonnen met een interviewreeks. Zij is daarna dan groot geworden via De Slimste Mens en zij schrijft nu ook voor De Standaard. En ik zie ook die diversiteit die dat wij hadden in onze beelden en in onze onderwerpen en ook in onze redactie, dat die nu ook terugkomt bij de grotere mediamerken. Dat zij ineens inzien, we moeten niet altijd hetzelfde slanke, blanke model op de cover zetten. Misschien moeten wij ook wat diversere beelden gaan maken en gaan uitbrengen. Misschien moeten wij ook eens nadenken hoe goed het komt dat onze redactie zo wit is. Hier werkt bij onze redactie niemand van kleur. Of misschien de secretaresse of de poetsvrouwen of de mensen in de cafetaria. De stereotype plekken. Exact, ja. Dus dat is een groot probleem en dat was wel de kracht van onze redactie of van ons magazine, dat wij misschien niet het eerste jaar, maar zeker het tweede en het derde jaar daar heel hard op hebben ingezet. Op een heel grote representatie van gender, van afkomst, van geaardheid, van leeftijd ook. En ook van gender? Ja. Dat we hadden verschillende schrijvers die bi waren, homo waren, lesbisch waren. Dus je krijgt een verschillende inputen, hè? In plaats van de hele tijd witte, heteronormatieve, mannelijke kader of mannelijke blik op de wereld, gaven wij een andere frame of een andere blik op de wereld, waardoor mensen hun blikveld verruimden. En heb jij in de toekomst nog plannen dat je denkt van, oh ja, ik geef het misschien nog een tweede go, of denk jij van, oh ja, het was leuk om dat mee te maken. Ik heb eruit geleerd en we gaan verder. Of hoe zie jij het in de toekomst? Ga je misschien nog Charlie Mag 2.0 zo proberen op te starten? Goh, voorlopig niet, nee. Ik ben echt gebotst op dat ondernemen. Dat pikkelhard is hier. Ja.
En ja, Benjamin Dalle, de minister van Media, heeft dan vorig jaar ook het Vlaams Journalistiek Fonds afgeschaft. Dat was eigenlijk pas opgericht en dat was eigenlijk in het leven geroepen om kleine media-initiatieven een structurele ondersteuning te geven. En toen hij dat initiatief heeft stopgezet, dus alle subsidies heeft teruggetrokken, ja. Dat was voor mij de druppel die ja, mij deed beseffen dat er op dit moment in Vlaanderen gewoon geen ruimte voor is. Dat we daar eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Ja, dat gewoon geen prioriteit is. Ja, dat die pluriformiteit of die diversiteit aan stemmen in Vlaanderen is dat omdat ons landsgedeelte zo, of ons taalgebied zo klein is, maar dat daar nu ja, te weinig prioriteit aan gegeven wordt. En is er volgens u een manier dat we daar dan tegen kunnen werken? Want blijkbaar een vrouw die dan een magazine start, wordt dan ook niet geaccepteerd tot een bepaald punt, of wordt dan ook niet gesteund door... Is nee. Er een manier dat we dat kunnen doorbreken volgens u? Of denkt u dat we echt gewoon in een vicieuze cirkel zitten? Goh, ik weet het niet. Dus soms dan denk ik, zeker nu vandaag, met alle bewustmakingsprotesten rond Black Lives Matter, voel ik wel dat de geesten aan het rijpen zijn. Ja. Zo, grote veranderingen hebben altijd veel tijd nodig om door te dringen. Ik denk ook, want we zijn met ons magazine bij verschillende mediahuizen langs geweest voor een samenwerking, voor een overname. Toen zag men daar de prioriteit niet van in. Misschien dat ze vandaag dat wel zien en proberen ze op hun eigen houtje, hun eigen merken diverser te maken, inclusiever te maken. Dus ja, ik denk dat er sowieso wel dingen gaan blijven veranderen. Ik zie ook heel veel jonge mediamakers zoals jijzelf, maar er zijn al heel veel die kleine initiatieven starten. Een YouTube-kanaal, een podcast, een online magazine en op die manier hun stem willen laten horen of zichzelf willen representeren. En zij worden dan groter, worden opgepikt door de mainstream kanalen, krijgen daar een groter platform. En zo zal het denk ik altijd stiltjes aan wel verder gaan. Om daarin op te pikken, niet zeggen dat ik groot ga worden, maar dat is volgens mij juist iets dat ik niet wil doen. Dus ook al, ik zeg het volgens mij, ik weet niet wat de toekomst biedt, maar als ik die kans zou krijgen, denk ik niet dat ik daarin zou stappen. Want ik heb het gevoel, en het is geen complottheorie, ik ben niet 100% op complottheorieën, maar wat ik juist leuk vind aan het idee van een podcast starten, is misschien zo juist wat jij ook leuk vond aan Charlie Mag, is, we praten over alles. Niks is taboe. Je moet over alles kunnen babbelen. En dat gevoel heb ik niet in onze media dat wij consumeren op tv of de grote mediakanalen. Het is precies van, wij moeten nog steeds verkopen. Zoals dat ik bedoel, dat gevoel heb ik. Ik weet niet of dat juist het gevoel is dat ik erbij heb, van, we moeten verkopen. Dus dat wil zeggen dat we ook nog steeds gaan geven wat de mensen willen zien. We gaan niet per se tonen van, ah ja, dat gebeurt er in deze kant van België. Nee, we gaan gewoon tonen wat er gezien mag worden in België. Ik weet niet of ik gelijk heb daarin, of... Ik denk misschien voor een deel wel, hè. Door die commerciële logica moeten zeker online media aan hun aantal kliks per week komen en zij weten perfect welke onderwerpen daar veel kliks genereren, waar dan mensen verontwaardigd of boos van worden. Zij weten heel goed dat clickbait beter werkt dan longreads, terwijl dat we denk ik vandaag net nood hebben aan meer nuance en meer duiding. Maar ons ritme is zo snel, ons levensritme is zo snel, dat mensen ook niet altijd tijd hebben om een half uur uit te trekken om iets bij te leren over een onderwerp. Ja, als je zegt van dat er onderwerpen taboe zijn of gecensureerd worden, dat denk ik niet. Ik denk dat wij wel een aantal kwaliteitsmedia hebben in Vlaanderen die daar werk maken van goede verslaggeving, van onderzoeksjournalistiek ook. Wat mij vandaag voornamelijk stoort of wat ik mis, zijn die verschillende perspectieven. Ik zie nog altijd een witte middenklasse van mannen, ook vrouwen, ook steeds meer en meer, die hun blik op de wereld geven, maar dat is niet de enigste blik die er is. Ik zie ook heel veel een generatieconflict terugkomen. Dus mensen van 45, 50, 55... die opgegroeid zijn in hun tijdsgevricht, die Zwarte Piet heel normaal vonden,
die, voor wie feminisme ja, nog niet heel vanzelfsprekend was en die nu heel hard moeten wennen aan die nieuwe wereld, aan die nieuwe stemmen. En ik zie de generatie van mijn tienerzoon, hè, de Gen Z-generatie, die dat Zwarte Piet heel raar vinden, omdat zij mijn internationaal kader opgroeien. Nee. Zij kijken naar YouTube, zij kijken naar Trevor Noah voor het nieuws te zien. Zij kijken niet meer naar VRT-journaal. Dus ze hebben een totaal ander kader. Dus ze zijn met Greta Thunberg groot geworden, nee. Die daar een klimaatrevolutie leidt. Dus jonge vrouwen die daar leidinggevende functies innemen, vinden zij... Normaal. Kei-normaal en vanzelfsprekend. Dus zij... groeien met een totaal ander kader op en ik zie vaak dat dat wel clasht tussen de oudere generatie en de jongere generatie. Ja, voordat we verder gaan, Thomas, we zijn aan het opnemen, hè? Ook via de camera's. Oké, super. Hè? Dat is gewoon even dat schrik in mijn kopje, dat ik zoiets heb van, oh nee, alles is voor niks. Maar dan, wat jij ook zegt van vrouwen die dan eigenlijk de voorgrond houden. Dat vind ik ook zo prachtig. Ook zo aan wat er allemaal nu bezig is met de Black Lives Movement, wat je mening daar ook rond is, dat boeit nu niet. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat vrouwen op dat front achteruit worden gezet. Wat ik juist zie, en dat vind ik zo prachtig aan vooral de Black Lives Movement, is dat vooral de vrouwen. Ja. Het zijn vooral de vrouwen die het meest... Ja. Die heel, allee, de originele Black Lives Movement is ook gestart door twee vrouwen. Ja. En... ik denk dat dat misschien botst, zoals gezegd, met wat we traditioneel hebben. Mm-hmm. En wat zo gezegd traditioneel, dan niet extreem genomen, zijn het altijd vrouwen die volgen. Mm-hmm. En de mannen die dan de weg mm-hmm. geven. Dat zit ook zo in de Civil Rights Movement mm-hmm. dan in Amerika. Was mm-hmm. het Martin Luther King, Malcolm mm-hmm. X. En af en toe had je dan iemand ertussen, maar het was niet echt een strijder, maar meer, die werden meer gebruikt als boegbeeld. Of, mm-hmm. allee, snap je wat ik bedoel? Dus mm-hmm. een Rosa Parks en dan had het nog... leiders van de Black Panthers en zo. Mm-hmm. Dus dat is wel interessant op dit moment. Mm-hmm. En komt dat dan volgens u gewoon omdat die zoiets hebben van het is genoeg geweest, nu gaan wij praten? Of denk jij dat iets ook deels aan ons te wijten is, misschien aan de vorige generatie ook te wijten is, die misschien hun dochters toch onbewust op een iets betere manier hebben opgevoed dan de generatie voor hun? Ja, dat kan. Ik zou het eigenlijk niet durven zeggen, maar het klopt wel wat jij zegt. Het is wel heel, heel duidelijk dat de boegbeelden van vandaag op alle vlakken, hè, inderdaad die Black Lives Matter movement, ook de klimaatbeweging wordt voornamelijk getrokken door jonge vrouwen. Dat is wel. Het protest tegen wapenbezit in Amerika werd ook getrokken door Emma Gonzalez, ook een jonge vrouw. En zo zijn er een heel aantal vrouwen die opkomen voor sociale gelijkheid, tegen politiegeweld, tegen geweld. Waarom het dan nu vandaag zo is? Misschien is het wel een samenloop van omstandigheden. Hè? Misschien is inderdaad MeToo wel een soort van motor geweest om hen daarin te bevestigen van dit is niet normaal, wat we altijd normaal hebben gevonden is niet normaal, nu is het aan ons. Ik lees ook wel af en toe dat vrouwen heel goed zijn in communicatie en in samenwerken, in verbinden. Mm-hmm. En misschien is dat wat vandaag ook wel die protesten kenmerkt. Hè? Je moet samenwerken met heel veel mensen, je moet heel goed kunnen communiceren, je moet mensen kunnen inspireren, ook in de Black Lives Matter movement, ik zie het hier in Vlaanderen ook. Je moet heel veel verschillende belangen proberen te verzoenen en mensen die dan verschillende ervaringen hebben toch proberen inzetten met eenzelfde doel en dat is niet makkelijk. Ja. En ook een kenmerk, vooral van de movement dat dan nu bezig is dat eigenlijk niet de traditionele gezichten zijn die leiding mm-hmm. hebben. Dus ook binnen dan dat de leidinggevende vrouwen zijn, is dat de mensen die nu eigenlijk het gezicht worden in België dan van Black Lives, zijn mensen dat je nooit van gehoord had. Mm-hmm. Dat vind ik ook zo zot. Mm-hmm. Terwijl dan de traditionele namen dat we dan hebben van mensen die vechten daarvoor, ik heb zo het gevoel dat die zo wat gezegd hebben van, weet je, het is aan jullie nu. Ja. Dus wij hebben geprobeerd, wij hebben gedaan wat we gedaan hebben. Ja. Het is aan jullie. Ja. Doe het nu. En dat is wel prachtig ook om te zien. Ik weet nog niet waar heel deze gebeurtenis naartoe gaat leiden. Ik denk dat niemand het weet. Mm-hmm. Ik denk dat zelf de mensen van Black Lives Matter niet weten mm-hmm. naar waar we naartoe gaan. Maar ja, ik zal zeggen, ik kijk er naar uit. De manier waarop je kunt zeggen, ik kijk er naar uit. Mm-hmm. En dan heb ik ook nog een vraag rond MeToo. Je zei MeToo.
Jij weet, er zijn bepaalde kampen die daar zoiets van... die daar tegen zijn, zou ik maar zeggen, mm-hmm. rond heel die beweging. Ik weet persoonlijk niet hoe je er tegen kunt zijn mm-hmm. rond de MeToo-beweging, maar het is dan vooral van de cliché-voorwerpen dat ze naar voren brengen van ja, nu kan ik niet meer flirten met een vrouw. Mm-hmm. Of ja, nu wil ik geen vrouw niet meer op mijn werk hebben. Mm-hmm. Terwijl ik zoiets heb van oké, er zijn dingen gebeurd dat echt overdreven waren, maar het basisverhaal mm-hmm. was gewoon van blijf met je poten van een vrouw af. Mm-hmm. Als ze niet wilt dat je haar aanraakt. Mm-hmm. Dus dat wordt allee, ik weet niet wat je mening daar rond is. Wat voor input je daarop kunt geven. Ja, ik heb daar vorige week nog een stuk over geschreven in de Standaard. Dat de reactie op MeToo, 3 jaar geleden, heel gelijkaardig is aan de reactie nu op Black Lives Matter protest. De slinger slaat door. Hè. Het gaat te ver. De manier waarop dat zij protesteren is te agressief. Er mag niks meer. Ze pakken ons alles af. Ja. Dus al die dingen hoorde ik 3 jaar geleden en hoor ik vandaag weer. Ja. En dat is natuurlijk omdat... Ja, dat is niet leuk hè, om met je neus op de feiten geduwd te worden. Je wilt dat ook niet geloven dat zoveel mannen hun poten inderdaad niet kunnen thuishouden. Dus je eerste reactie is ongeloof, is weerstand. Van ja, maar niet alle mannen zijn zo. Hè? Niet alle witte mensen zijn zo. En dat duurt heel lang eer dat stilletjes aan doorsijpelt van nee, inderdaad, niet alle mannen doen dat, maar bijna alle vrouwen hebben het wel eens meegemaakt. Dus er is wel een structureel probleem en we moeten dat aanpakken. En ik denk dat ook zeker nu met Black Lives Matter heel veel witte mensen zich persoonlijk aangevallen voelen. Mm. Het is mijn individuele schuld, zo gezegd, en ik wil niet als een racist bestempeld worden. Ja. Maar het gaat over structurele dingen die fout zitten en die structureel moeten aangepakt worden. Ja. Ik denk dat we weg moeten van de individuele. De term racisme is... Oh, dat wordt van links naar rechts tegenwoordig mee gegooid. Mm-hmm. Langs de ene kant de mensen die dan veel te rap zeggen racist. Langs de andere kant zeggen dan mensen dan... al racist genoemd worden, is al erger dan... Ja. Dat is het ergste dat je mee kan doen. Hè? Dat is het ergste. Ja. Dat zie ik ook de laatste tijd. Dat is precies ook een hype aan het worden. Waar ik ook nog iets over wou zeggen, dan dat jij zei van structureel mm-hmm. richting vrouwen, dat iets is dat wij van ja, altijd in onze cultuur zo gezegd hebben gehad. En ook in verschillende culturen. Dus mm-hmm. ik wil ook niet zeggen dat dat alleen in de westerse cultuur is. Dat is in andere culturen ook. Maar wat ik bijvoorbeeld... We zeggen eens, stel je voor je gaat feesten. Mm-hmm. Ik denk dat heel weinig mannen nu gaan uitkomen en zeggen van, ah wel, ik heb nog nooit een vrouw benaderd op een manier dat ik dacht van, oké, ja, nee, dat klopt niet. Dus ik denk dat het eerste dat we eerst moeten doen, niet per se als mannen, maar als samenleving is misschien eerst het idee hebben van, oké, we zijn verkeerd. Mm-hmm. We zijn verkeerd op heel veel vlakken. En dat wil nog niet zeggen dat je een duivel bent. Mm-hmm. Het wil nog niet zeggen dat je een duivel bent. Het is niet omdat jij ooit iets hebt gedaan dat je je voor schaamt. Zolang het geen verkrachting was, zolang het geen aanranding was, zolang... Ja, ik denk dat je als mens jezelf kunt aanvoelen van wanneer ben ik erover? Wanneer is deze... Wanneer klopt deze niet? En ik denk dat met de Me Too, het eerste dat iedereen gaat doen, is dan naar de extreme gevallen gaan grijpen. Van ja, wil dat dan zeggen dat ik een verkrachter ben? Ja, niemand heeft je een verkrachter genoemd. Mm-hmm. Iedereen zegt, ze zeggen gewoon, ze willen buiten kunnen gaan in een rok, zonder het gevoel te hebben van, we worden lastiggevallen. Ja. Of zonder het gevoel te hebben van, het is mijn fout dat ik lastig word gevallen. Ik denk dat een goed voorbeeld van een filmpje was dat van in Brussel. Mm-hmm. En die vrouw die in Brussel, dat was verschrikkelijk. Vond ik persoonlijk. Dat was oogopenend. Bedoel je Femme de la Rue? Ik weet niet... Ja, ik denk dat het dat was. Ik weet niet meer hoe het heette. Maar een vrouw die dan zo wat... Niet echt... Wat je dan sexy of weet ik veel wat gekleed was. Die was gewoon normaal gekleed. Mm-hmm. En dat die door Brussel en dat dan gefilmd werd. Dat hebben ze al een paar keren gedaan in bepaalde dingen. En dat is... Je krijgt bij kan altijd hetzelfde... Hetzelfde voorbeeld. Je hebt ook één in New York. Dat is nog erger. Mm-hmm. Beelden van New York. Ah, ja, die heb ik ook gezien. Maar dat is oogopenend. En ik denk... Het gaat niet beginnen met alleen de staat. Ik denk dat het misschien ook begint van thuis uit. Ja, dat is net als bij racisme. Dat heeft te maken met beeldvorming. Wat ik vaak zeg is... een liedje, misschien ken jij dat niet meer, van...
de film Grease, daar zingen de jongens onder elkaar als het gaat over een date dat er is gebeurd. Tell me more, did she put up a fight? Vertel mij meer. Hè, toen je haar kuste, begon ze te vechten, begon ze tegen te stribbelen. En ik heb dat heel mijn jeugd lang gezongen als een keileuk liedje. Maar dat gaat er eigenlijk over die jongen, die vrouw keihard lastig valt, dat zij probeert al vechtend weg te komen. En zo'n dingen passeerden als gewoon, als normaal. In heel veel films werd dat ook gedaan. En ook, ja, ons juridisch systeem werkt op dat gebied ook niet. Hè. Ik denk dat er maar 4-14% van de daders van seksueel geweld of van verkrachting effectief veroordeeld wordt. Dat zijn er heel weinig. Dat zijn er heel weinig. Dus in al die andere gevallen krijgen de daders en de slachtoffers het idee van... Het is niet zo erg. Dat is eigenlijk geen echt misdrijf. En je moet je daar maar over zetten. En ja, gewoon puur om dan de andere kant... Zo, hoe moet ik het zeggen? Om dan advocaat van de duivel te spelen, mm-hmm. zou ik maar proberen te doen. Zijn er wel slechte dingen dat je vindt aan MeToo? Dat er aan de MeToo-beweging, niet per se aan mensen, maar gewoon dat de MeToo-beweging heeft aangepakt of aangenomen? Slechte dingen. Natuurlijk, in retrospect kun je alles gaan liggen verbeteren en zeggen dat het beter had moeten gaan. Ik heb alle respect voor de mensen die die beweging in gang hebben gezet. Ook weer een zwarte vrouw die dat de hashtag heeft. Dat wordt vaak ook niet gezegd. Nee, dat wordt vaak niet gezegd. Nee, het was een celebrity, een actrice die hem groot heeft gemaakt, de hashtag. Maar hij is in de eerste plaats uitgevonden of gecoind door een zwarte vrouw. Wat ik jammer vind persoonlijk is dat het, zoals jij zegt, vaak in het individuele blijft hangen. Hè. We hebben allemaal die Bill Cosby proces gezien, dan Harvey Weinstein, Louis C.K., ik ken er nog een aantal bij ons, Bart de Pauw, Bo Koolzaad. Dus je hebt individuele processen van bekende mensen die daar veelvuldig in de fout zijn gegaan, waar dat de media heel hard opspringt, zodat de vrouwen weer moeten komen getuigen, de vrouwen worden niet geloofd en alles gaat zo over precies over die individuele gevallen. Nee. Maar we hebben het nooit over de oorzaken en we hebben het nooit over de oplossingen. Ja. En iedereen staart zich blind op, heeft de man het nu wel gedaan of niet gedaan? Ja, maar zij liegt, ja, maar hij liegt. En kranten worden volgedrukt daarmee. Maar... Wat ik heel veel heb gezien met de MeToo, ik ben er in het begin niet echt mee bezig geweest. Ik had gewoon zoiets van... Ja, weet je, het is goed. Dat is goed, laat ze maar doen. Steek al die mannen maar in een bak. En wat nog allemaal. En dan begon er nog steeds advocaat van de duivel aan het spelen trouwens. Kwam er langs de andere kant ook kritiek van... Gaat ook bepaalde gevallen. Mm-hmm. Van vrouwen die dan mannen beschuldigden. Mm-hmm. Dat is ook even in Britain First. Is dat zo'n debat met Piers Morgan? Die kende sowieso. Mm-hmm. En die debat ging dan rond... Ja, maar stel je voor, ik word beschuldigd. Op dat moment word ik gezien als verkrachter. Mm-hmm. En niet alleen door degene die mij beschuldigt, maar door heel mijn gemeenschap. Mm-hmm. Waar ik het niet heb gedaan. Mm-hmm. Dus daar vind ik wel dat er inderdaad een soort van gesprek langs de andere kant ook moet gebeuren. Maar we mogen inderdaad, zoals je zegt, het punt niet vergeten waar het eigenlijk om gaat. Het gaat erom het feit dat veel te veel vrouwen worden lastiggevallen op de... om rare redenen, om hoe ze gekleed zijn, om hoe ze eruit zien. En dat is zelfs niet eens de belangrijkste. Je wordt lastiggevallen gewoon omdat je een vrouw bent. Mm-hmm. Omdat je wordt gezien als seksobject. Mm-hmm. Maar dan denk ik ook langs een andere kant. Inderdaad, iemand die dan onschuldig wordt... iemand die bestempeld wordt als verkrachter. Dan probeer ik ook langs de andere kant te zien van... wat ze het echt niet gedaan heeft. Mm-hmm. Deze leven is verwoest, mm-hmm. is kapot. En dan kunnen ze zeggen, ja, maar al die dingen worden dan weggegooid en je krijgt geen strafblad. Ja, maar op dat moment dan, ik zeg het was een soort van een heksenjacht, mm-hmm. de MeToo-beweging, op een positieve manier, zou ik proberen te zeggen. Dus bijvoorbeeld die Harvey Weinstein, al die grote mannen die dan eigenlijk weg zijn gevallen. Maar dan probeer ik eigenlijk erachter te komen, is dat ook niet een stap te ver gegaan? Met heel veel mensen en ook heel veel celebrity-verhalen die dan mensen hebben beschuldigd, die uiteindelijk dan vrijgesproken zijn dat ze niks hebben gedaan. Maar kan je me daar nu één of twee of drie opnoemen? Ik kan geen voorbeeld geven.
Nee, en daar blijft het wel vaak bij hangen. Ja. Ik merk bij mannen heel vaak die angst van, ja, maar wat als ik het onrechte beschuldigd word? Nu, die kans, hebben we uitgerekend, dat een man onrecht beschuldigd of veroordeeld wordt, is kleiner dan dat hij zelf slachtoffer wordt van seksueel geweld door een andere man of door een vrouw. Dus dat is een hele basale, maar onterechte angst dat zij fout worden beschuldigd of ten onrechte worden beschuldigd. Er moet sowieso een eerlijk proces zijn. Daar moeten we aan werken op alle mogelijke manieren. Maar ik denk dat die angst om vals beschuldigd te worden een beetje onterecht is of een beetje overdreven is. En ik heb net gemerkt dat de carrières van mannen wel tegen een stootje kunnen. Dat mannen heel veel kunnen doen en heel veel kunnen mispeuteren voordat zij van hun sokkel vallen. Hey, Bart de Pauw zit nog altijd te wachten op zijn proces. Die is ondertussen aan nieuwe programma's aan het maken. Bo Koolzaad bijvoorbeeld, ik had hem het daar net over, die beroemde uroloog. Die was een tientallen jaren geleden al aangeklaagd door een collega voor wanpraktijken, voor experimenten op vrouwen, door compleet ontoelaatbaar gedrag. En die is gewoon zijn dingen blijven doen, die is van ziekenhuis veranderd. Dat was de meest gevierde uroloog in België. En ook nu vandaag, ik ken verschillende verhalen van mensen die in de media werken, waarvan iedereen weet dat die losse polletjes hebben. En dat wordt toegedekt en die blijven gewoon verder doen omdat niemand zijn mond durft te openen. Ik heb altijd zoiets in mijn hoofd van, het moment dat één persoon is daar beschuldigd, sowieso moet daar een onderzoek naartoe gaan. Het moment dat het begint 2, 3, 4, 5 en daar heb jij beveel, dan heb ik ook zoiets van de kans. Ik geef altijd 90% de kans, hij heeft het gedaan. Mm-hmm. Altijd. Ja, het is nog steeds, ik vind iedereen is schuldig tot het tegendeel bewezen is. Onschuldig. Ja, onschuldig, sorry, tot het tegendeel bewezen is. Maar het moment dat 3, 4, 5, 6, 7, ja, dat begint wel lastig te worden. Want je moet ook niet vergeten, die vrouwen die... Die mensen beschuldigen, die maken ook wat mee. Ja. Het is niet alsof ze iemand beschuldigen en daarna... Is kapot, ja, en daarna gewoon wegstappen, want dat denken wij soms. Nee, hè, van, hun leven is echt kapot. Ja. De Christine Blasey Ford, de vrouw die opperrechter Kavanaugh heeft beschuldigd, haar leven is nog altijd verschrikkelijk. Die wordt nog altijd beveiligd. Die heeft superveel doodsbedreigingen gekregen. Terwijl het opperrechter Kavanaugh gewoon zijn leventje leidt, zijn preek krijgt. En zeg, quasi geen vuiltje aan de lucht is voor hem. Dus ik heb het gevoel dat slachtoffers van seksueel geweld, of mensen die het, of nu mannen zijn of vrouwen, of mensen die het naar buiten willen brengen, dat die het veel harder te verduren krijgen dan de mannen die zij proberen aan te klagen. Hm. En zo het laatste hierover, dan gaan we wat verder. Bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is Ronaldo. Ronaldo is ook beschuldigd geweest voor verkrachting zelf, denk ik. Dat kan. Is hij beschuldigd geweest en is dan, denk ik, vrijgesproken? Dat er niks... Of is nog steeds bezig? Ik weet het niet. Dat is ook een debat dat heel veel in Engeland is gebeurd. Heel hard in Engeland is gebeurd. Wat moet er gebeuren met zo iemand, volgens u? De Ronaldo die eigenlijk beschuldigd wordt van verkrachting, die zegt van, ja, ik heb het niet gedaan. Wat moet er op zo'n moment gebeuren? Oh, dat vind ik heel moeilijk. Daar zijn we zelf ook niet uit, denk ik, als maatschappij. Want het zijn woord tegen haar woord. Er is ook geen fysiek bewijs of ik ken de zaak niet. Hè? Nee. Ja, dat is super moeilijk. Ik denk dat het heel moeilijk is als rechtbank of als rechter om daar een oordeel in te vellen. Ja. Want het is inderdaad zijn woord tegen haar woord. En wat er wel een positief gevolg is in België aan MeToo, en dan kunnen we inderdaad misschien overstappen, is dat er meer centra worden opgericht nu waar de slachtoffers van seksueel geweld naartoe kunnen, onmiddellijk na de feiten. Dus als het is gebeurd, kunnen ze onmiddellijk daar naartoe. En dat is zonder politieagenten, daar word je opgevangen door hulpverleners. Zij kunnen eerst bewijsmateriaal afnemen. En dan kun je in alle rust beslissen, wil ik aanklacht indienen, wil ik naar de politie stappen, maar dan is er tenminste bewijs. Ja. En dan heb je iets om op verder te gaan. Want anders blijft het inslikken, verstoppen, proberen te verdringen en dan komt het na een paar jaar toch terug naar boven. Maar dan is het heel moeilijk om nog bewijzen. Ja. En dan denk ik vooral ook, zoals wat je zei, politie.
ik had dan direct in mijn kop een voorbeeld van, stel je voor als vrouw dat je verkracht wordt, ja, ik kan me natuurlijk dat niet voorstellen, maar dat je verkracht wordt en je wilt dat gaan aangeven. En je gaat naar het politiebureau en 8 op de 10 kansen is dat een man dat je tegen moet gaan babbelen van, ik ben verkracht geweest. Ja, dat is heel moeilijk. Dat haalt u volgens mij tegen. Ja, en niet geloofd worden. Hè. Niet een meisje, maar ik hoorde van een jongen die aangerand was en die inderdaad aangifte ging doen. Hij had een vrouwelijke politieagent die alles neerschreef, maar dan kwam er een mannelijke commandant of een chef en die lachte zijn verhaal gewoon weg. Die had zoiets van, whatever. Ja, ik, nu je dat zegt, dat komt iets in mij op. Ik weet niet waar ik het gezien heb, ik denk een comedy show. Dat die zeiden van, ja, rond verkrachting, daar is niks positiefs aan, maar een man die verkracht wordt, ja, jij bent zeker. U gelooft niemand, zeker. Allee, snap je wat ik bedoel? Van, als vrouw is er nog iets van, en dat is ook wel een ander debat, dat we dan direct zoiets hebben beschermend richting de vrouw, want wie heeft die verkracht? En vooral uit de mannenkant dan. Maar als man, als je dan met zo'n verhaal naar buiten komt, dan is meestal van, zoals gezegd, dus, beschermt u eigen dan. Allee, een gevoel heb ik daar rond. Dat is denk ik een probleem dat wij ook moeten oplossen. Ja. Maar dan zit dat misschien iets meer in die mannelijkheidscultuur, of wat je dan wilt noemen, dat dan weggedaan moet worden. En dan heb ik nog een vraag van, als we teruggaan naar de representatie van vrouwen dan in de media. Er komen ook ideeën op van quoteringen. Mm-hmm. Is dat volgens jou ook een goed idee? Van quotas bedoel je? Daar is heel veel debat over. Hè? Ik ben persoonlijk wel voorstander omdat je merkt dat het anders gewoon te traag gaat of niet vooruit gaat. En quotas hebben zeker in de politiek al uitgewezen dat ze werken. Dat ze wel degelijk de verandering teweeg brengen. Mentale verandering, culturele verandering die nodig is. En ik denk dat je soms even een extra duwtje nodig hebt, omdat het anders misschien nog 50 jaar gaat duren eer dat we aan die gelijkheid zitten. Of aan die gelijke kansen zitten. En hebben we op dit moment iets van beleid? Of? Dan moet ik eens even nadenken. Jawel, ik denk wel dat er in de politiek quotas bestaan. Ja. Zeker op lijsten ook. En ik weet niet of er quotas zijn voor bijvoorbeeld raden van bestuur. Hoeveel vrouwen en mannen dat er daarin zitten, dat weet ik eigenlijk niet. Ik dacht iets niet. Van een 33%. Ja, dat kan. Allee, Thomas wist daar iets meer van. Ik denk dat 33% was het. Ja, dat kan. En ik weet nog, Thomas heeft me dat verteld. En het eerste antwoord dat ik daarop had was, waarom 33%? Waarom niet 50? Allee, dat is mijn eerste reactie daarop. Ja. Ik zie het qua quotas, ik ben daar een voor- en een tegenstander voor. Mm-hmm. Ik ben een bijvoorbeeld, ze zijn ook aan het babbelen over quotas qua etniciteit en qua ras, of als je het woord ras wilt gebruiken. Daar weet ik niet of ik er voor ben, dat weet ik niet, maar gewoon het idee van vrouw en man. Ja, ik denk dat iets meer dan 50% van onze samenleving in België vrouwen zijn. Ja, 51 denk ik. Voilà, dus gillen zijn met meer. Dus waarom in godsnaam zal het maar 33% de quota zijn? Terwijl ik zoiets heb van, het moet toch 50% zijn? Dat is toch logisch, vind ik toch. Ja, maar ik kan me ook wel inbeelden dat je 1 jaar misschien toevallig meer capabele mannen hebt en het andere jaar toevallig meer capabele vrouwen en dat wel mag schommelen tussen 40, 60 of zo. Ja, oké. Waar dat die 33 vandaan komt, dat weet ik ook niet. Ik snap dat niet. Ja. Ik snap het echt niet. Niet genoeg risico durven nemen of niet te hard willen pushen, ik weet het niet. Of waarschijnlijk zo'n soort van compromis of zo. Dat misschien vroeg dat kamp 50% en zeiden ze, met 20%, 30. Op zijn Belgisch. Waarschijnlijk heel traag. Maar ik ben wel, dus op dat vlak ben ik er wel voor, denk ik, voor quotas. Ik weet niet natuurlijk hoe dat zou werken. Ik ben geen wetenschapper of zo. Waarschijnlijk moeten wij meer met zo'n mensen gaan babbelen die dan daar beter uit kunnen komen. Maar dat zou wel interessant zijn. En ik denk, qua capabele vrouwen of mannen, ik denk als je het gewoon opzet van 50%, 50%, zullen wel mensen opkomen. Er zullen wel mensen opkomen. Het is ook niet alsof onze politieke systeem, het is iets te klein om te lezen. Ik denk niet dat ons politiek systeem
dat wij op dit moment al zo'n geweldige politicus hebben. Ik denk het niet. Nee, en ook quasi alle partijvoorzitters nu zijn witte mannen, hè? Ja. Ik denk dat Meriem El-Machi de enigste vrouw is. En de enigste persoon van kleur ook. Ik even denk je, ja. Ja, de enigste persoon van kleur. Ja, en de enigste vrouw. Nou, ja. Het is in één keer wel een dubbele win, hè. Ja, dat wel. Het is een dubbele win, ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Politiek, waar is uw mening daar rond? Oh my god, wat een soep. We kunnen overal naartoe gaan, hè, maar wat is uw mening daar rond? Ja, misschien een meer specifieke vraag. Ik zal maar zeggen, op thema van vrouwen, vind jij dat ons politiek genoeg doet? Om ervoor te zorgen dat de vrouw iets meer vertegenwoordigd wordt. Want het kan ook vanuit beleid komen, denk ik dan. Ik was wel vrij teleurgesteld, omdat dit jaar was het in mei, denk ik, exact een jaar geleden, nadat Julie van Espen vermoord is. Ja. En De Morgen heeft toen een lange reportage gebracht met wat is er effectief veranderd in justitie en in het voorkomen van een tweede Julie van Espen. En toen was ik wel echt teleurgesteld in hoe weinig dat er was veranderd. Ik heb ook gelezen dat die ouders van Julie van Espen heel veel aanbevelingen hebben gedaan van oké, dit moet er gebeuren, dat moet er gebeuren. Dit is de reden waarom de moordenaar van onze dochter nog vrij rondliep. Dat kan niet meer. En dat daar zo weinig politiek mee is gebeurd, dat was wel echt een teleurstelling. Ja. En ja, we hebben een vrouwelijke eerste minister. Nu Wilmes, ja. Ja, Wilmes. Wat vond jij persoonlijk, niet los van haar, maar wat vond jij bijvoorbeeld naar corona toe? En daar moeten we natuurlijk ook op babbelen. Hoe vond je onze regering op vlak van corona? Hebben we het goed gedaan volgens u? Zijn er momenten... Allee, snap je? Want ik heb... dat is ook een leuk feitje. De beste landen, of wat je kunt zeggen, beste landen op papier die het beste hebben gedaan, zijn met vrouwelijke leidingen. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja. Taiwan, Finland... Duitsland, ook al zijn ze nu naar de andere kant aan het gaan. Nieuw-Zeeland en IJsland. Ja. Allemaal vrouwelijke leidingen. Ja. Wil dat misschien iets zeggen? Of volgens jou, is dat toevallig? Ik heb gelezen dat het twee oorzaken heeft. Ten eerste omdat vrouwen die in die functie geraken, dat dat al de beste zijn. Mm. Omdat zij dubbel zo hard moeten knokken dan mannen. Dus je krijgt echt de allerbeste, allercapabelste vrouwen... krijg je die daar op die functie staan. Dus ze zijn gemiddeld capabeler dan hun mannelijke collega's, wordt gezegd. En ten tweede, omdat vrouwen zeker in een gezondheidscrisis empathischer communiceren, denken aan het welzijn van de hele groep, dat voor hen belangrijke dingen zijn, prioriteiten zijn, en dat natuurlijk goed van pas komt als je moet communiceren over gezondheid, over epidemieën, enzovoort, enzovoort. Dus meer vrouwen aan de macht eigenlijk. Ja, om een coronacrisis. Want ik weet niet of jij dat hebt gelezen, dat moest de VS geregeerd worden door een vrouw, dan had ze tienduizenden doden kunnen vermijden. Dat heb ik ergens gelezen. Als ze een capabele vrouw, die zoals een Merkel of zoals de president van Nieuw-Zeeland maatregelen had getroffen, waarschijnlijk een capabele man ook. Ik wou het je zeggen. Exact, ja. Dan ze tienduizenden doden kunnen vermijden. Ik denk gewoon dat ze gewoon iemand anders... Ja. Ja. En het is heel cru om te zeggen, maar ik denk gewoon, wie dan ook. Ja. Wie dan ook had het beter gedaan, denk ik, dan hem op dat moment. Maar ik heb vooral Taiwan heb ik heel hard gevolgd met de coronavirus. Hoe snel ze alles gedaan hebben. En dan is dat ook zo grappig als je dan de kaart... Taiwan is gewoon even China. Dat is echt gewoon ernaast. Dat is zoals Engeland en wij hier. Dus, allee, in mijn kop is dat dan super raar dat zo'n land beter heeft gereageerd dan wij. Komt dat misschien ook gewoon puur omdat ze niet geloofden in de bullshit van kieslijsten moeten evenveel als vrouwen tellen en op de eerste twee plaatsen moeten personen van verschillende geslachten staan. Ja. Ja, op de kieslijsten wel, ja. Oké, ja, dat is al een eerste stap, hè? Ja. Richting dat. En dan heb ik nog een leuk vraagje. Als je een straatnaam kon veranderen, want dat is ook iets dat tegenwoordig helemaal terug in debat aan het komen is. Straatnamen veel te mannelijk, worden veel te veel door mannen vertegenwoordigd. Als je een straatnaam kon kiezen, wat zou jij
Ik weet, het is een vraag uit het niks. Oh my god, nu is ik een topvrouw uit de geschiedenis. En u hebt 20 seconden. Dat weet ik niet, dat is moeilijk. In Antwerpen of in België, of maakt niet uit? Maakt niks uit. Jij krijgt gewoon een monopolie op een straatnaam. Jij beslist. Dat vind ik echt moeilijk. Ik heb altijd gehoord, zeker in de filmwereld, dat Chantal Akkerman internationaal enorm veel applaus en erkenning heeft gekregen, maar in België nooit. En zij was een vrouwelijke regisseur. En een Belgische nog? Een Belgische, ja. Ah, ken ik. En zij is in het buitenland geroemd voor haar baanbrekende films, maar in België amper. En ook, ja, jij kent haar naam niet. Ik ken haar naam ook maar, sinds kort. En dat is jammer, en dat zie ik wel vaker, dat mensen die in België niet echt gewaardeerd worden, in het buitenland wel erkenning krijgen. En ook vaak, als ze in het buitenland erkenning krijgen, dat wij ze dan in België, ze is wel van ons, of hij is wel van ons. Zo. Het is pas wanneer het buitenland zegt van, hé, kijk. Ja. Thomas, kun jij die eens opzoeken? Chantal Akkerman. Chantal Akkerman, dat ik gewoon een beeld heb van wie dat is. En heb jij een voorbeeld van een film dat ze heeft... Ja, ze heeft één film gemaakt, ook over vrouwenlevens. Die, ik kan nu even niet op de naam komen. Haar bekendste film. Ik ben het even kwijt. Je overvalt mij een beetje. Zo, dat maakt niet uit. Ik zal dat straks... Haar foto heb ik wel ooit al gezien. Ja, haar foto heb ik ooit al gezien. Volgens mij heb ik daar ook met Marjorie al eens over gesproken. Ja, dat kan wel. Zij is overleden. Ja. Oké, die foto... Die haar naam zegt mij niks, maar haar foto komt mij wel bekend voor. Dan wil ik ook gaan naar het feminisme. Mm-hmm. Omdat, ja, ik ga ervan uit, u bent een feminist. Mm-hmm. Dat is tegenwoordig ook een zeegeladen woord. Mm-hmm. Ik heb zo het gevoel dat alles wat met verandering bezig is, mm-hmm, een geladen woord tegenwoordig is. Hoe defineert jij zelf feminisme? Feminisme is voor mij geen geloof, maar het idee dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, punt. Mm. En gelijkwaardig op welke manier bedoel je dan? Bedoel je dat op biologische manier, bedoel dat op politieke manier, bedoel dat op denkmanier? Allee, je snapt wat ik bedoel. Dat zij gelijke kansen verdienen en een gelijkwaardige positie verdienen in onze samenleving. Hm. Want wat ik ook zo... Ik heb de laatste weken ben ik daar iets mee bezig, met zo video's van vroegere feministen, zo het begin. Ik heb zo'n tv-programma in Amerika ook zo teruggezien. In de 70s was het. Dat je dan zo twee vrouwelijke feministen had die dan opkomen, die werden dan gewoon uitgelachen op tv door die mannen. Dat was dan met eigenaar van Playboy. Mm-hmm. Die zat er ook bij. En dat die dan bezig waren van, ja, je gebruikt de vrouwen als blah, blah, blah. Dat is ook wel interessant, maar die werden afgebeeld als gekken, als koekoek. Van, mm-hmm, oh, zie eens, ze zullen niet hier komen babbelen. Mm-hmm. Vond ik ook wel oogopenend om naar te kijken. Maar je hebt ook tegenwoordig een... Hoe moet ik het zeggen? Een nieuw fenomeen dat zo aan binnenkomen is, dat we zo eigenlijk bezig zijn met man en vrouw zijn gelijk, punt, in alles. Mm-hmm. Dus dat zit ook in de sportwereld, beginnen ze daar iets meer over te babbelen, van met de vrouwelijke voetbalploeg dan van Amerika, mm-hmm, dat die evenveel betaald moeten krijgen als de mannen en wat nog allemaal. Wat is uw mening daar rond? Ik weet, ik vraag altijd meningen, maar ik weet zelf niet wat ik daarover moet denken, 100%. En hoe bedoel je? Ik bedoel, inderdaad, zoals u zegt, van iedereen moet kansen krijgen om hetzelfde te kunnen halen. Mm-hmm. Maar waar ik een beetje schrik van heb, is het nieuwe idee dat ook aan het opkomen is, vooral in Amerika, mm-hmm, dat het opkomen is van man en vrouw zijn gelijk, punt. Mm-hmm. Dus man en vrouw kan hetzelfde als een man, op welke manier, punt. Ah ja, oké. Okay. Ik heb denk ik die stroming nog niet zo hard voorbij zien komen. Ik kan me wel iets inbeelden bij wat je bedoelt.
Wat ik zelf denk is dat onze verschillen heel vaak worden uitvergroot. Hè, dat, een aantal decennia geleden was er sprake van je hebt mannenhersenen en je hebt vrouwenhersenen. En mannenhersenen zijn goed in wiskunde en vrouwenhersenen zijn goed in taal. Maar eigenlijk als je het onderzoekt, zijn we beide quasi even goed met een heel klein verschil in beide. En is, hangt alles waar je goed in bent veel meer af van of je aangemoedigd wordt en of je getraind wordt om taal te spreken, om wiskunde te doen. En wat ik zelf denk is... wacht, ik moet even mijn gedachten ordenen. Vroeger dachten we denk ik dat de biologische verschillen verantwoordelijk waren voor het verschil in gedrag. Ja, dus omdat vrouwen ongesteld worden, reageren ze zo. Omdat vrouwen een baarmoeder hebben, ze kunnen ze niet een zaak leiden, want ze zijn te emotioneel. Daar zijn we nu van aan terugkomen. Maar nu, en dat vind ik een heel boeiende denkpiece, is dat ons gedrag ook onze biologie bepaalt. In die zin dat bijvoorbeeld, een concreet voorbeeld, als mannen kinderen krijgen, maken zij minder testosteron aan. Als zij vader worden, maken zij minder testosteron aan. Als mannen in een vechtzetting zitten, maken zij meer testosteron aan. Als vrouwen in een topfunctie zitten en zij hebben een functie die heel van hen eist, maken zij ook meer testosteron aan. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, nee. Dus ons gedrag of onze omgeving bepaalt voor een deel ook onze biologie. Hm. En bijvoorbeeld, je hebt dat dat onderzoek van in de hersenen van buschauffeurs in Londen en taxichauffeurs in Londen. De ene groep, even nadenken, hè. Ja, de taxichauffeurs, het gebied in de hersenen dat gaat over oriëntatie, over ruimtelijk inzicht, is super ontwikkeld. En bij buschauffeurs veel minder. Waarom? Omdat taxichauffeurs elke dag van route veranderen, moeten zoeken, oké, daar is het file, ik moet daar links afslaan, ik moet rechts afslaan. En buschauffeurs gewoon elke keer dezelfde route. Dus je omgeving bepaalt je biologie, bepaalt dus wat je elke dag doet, bepaalt of dat je dat deel in je hersenen groter wordt of niet. En dat vind ik wel dat vind ik wel een vernieuwend idee, waarmee ik niet wil zeggen, mensen worden geboren als een blank slate en alles is cultuur. Maar ik denk dat natuur en cultuur zo in elkaar vervlochten zit, dat we het niet meer uit elkaar kunnen halen. Ik denk dat ik op dat vlak ook met u eens ben. Ik denk dat, hoe ik het altijd in mijn kop heb gehad, is... er zijn sowieso verschillen tussen mannen en vrouwen, biologisch ook. Dus die botten en wat nog allemaal. Ik weet daar niet genoeg van om alles te kunnen opsommen. Maar ik weet bijvoorbeeld... Ik volg sport heel hard. UFC, ik weet niet of je UFC kent, of boksen, of voetbal, of basket. Ik ben op training geweest vroeger. En dat zie je ook wel, dat jongens iets wendbaarder zijn, of wat nog allemaal dat je kunt zeggen. Dus bijvoorbeeld, het zal bijvoorbeeld niet eerlijk zijn om de gemiddelde man... Ik zal niet zeggen de gemiddelde, om een topsportman met een topsportvrouw in dezelfde ring te zetten en te zeggen vecht. Dat is geen eerlijk gevecht. Nee, mannen hebben sowieso meer spierenmassa. Ja, dat is geen eerlijk gevecht. Maar dan gaat het ook naar de andere kant en dat is dan puur gedrag. Denk ik niet dat alles wat wij inderdaad zien puur biologisch is. Ik denk dat dat ook inderdaad, zoals gezegd, cultureel is. De reden dat wij vrouwen niet... Het moment dat een vrouw een baas is, dat we die een kring noemen. Terwijl als een man dan keibazig is... Dan noemen we hem een leider, Is amai, een natuurlijke leider. Maar als een vrouw het probeert, amai, wat een bitch. Dat hoor je super vaak. Dus dat denk ik dat puur cultureel is. Waar ik ook gewoon een beetje... Ik denk waar dat debat is begonnen, was met transgender kwestie. Ik denk dat we ook daar als samenleving misschien zelf nog niet uit zijn van... Wat moeten wij doen? Van bijvoorbeeld, ik zou zeggen, stel je voor morgen, ik beslis. Ik ben dan niet echt een topvechter of een topsporter, dus ik zal waarschijnlijk gewoon afgemaakt worden door die anderen. Maar als ik morgen het gevoel heb van, ik ben een vrouw en ik ga sporten. Ik denk dat daar het debat is begonnen, dan moet ik tegen andere vrouwen gaan sporten. Dat is niet eerlijk. Dat is totaal niet eerlijk. Dat wil zeggen dat ik minder moeite moet doen. Zo gezegd, stel je voor dat ik een topsporter zou zijn. Hè? Dus
ik zal veel minder moeite doen tegenover vrouwen die al heel hun leven aan het trainen zijn in die categorie. Snap je wat ik bedoel? Datzelfde als Usain Bolt morgen beslist van, ah ja, fuck it. Ik voel me niet goed in mijn lichaam. Ik heb het gevoel dat ik een vrouw ben en je wordt een vrouw, gaan we die gewoon laten meelopen met de vrouwen op de 100 meter. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dat is geen eerlijk debat. En ik, als mijn mening dan, op dat moment zetten we de vrouwen achteruit. Mm-hmm. Dan zetten we de vrouwen achteruit. Want dat wil zeggen, als vrouw die heel je leven heeft getraind, haalde niks uit. Want die wint van je puur op biologische levels, dan zo gezegd. Mm-hmm. Ik weet daar niet de totale cijfers van en ik weet daar ook niet totaal wetenschap van. Maar dat is ook zoiets dat ik zoiets heb van, daar moeten we wel ook een beetje mee oppassen. En dat gebeurt alleen puur met dialoog. Van, oké, we zijn gelijk, inderdaad. Maar niet op alle vlakken. En ik denk dat dat juist schoon is. Ik weet niet of jij ook het eens bent met mij op wat ik dan zeg. Op de laatste van, er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. Die zijn super klein. Want ik denk 99% lijken we op elkaar. Het is zelf meer dan 99%. Maar inderdaad, als je op grotere cijfers gaat zien, zijn kleine verschillen worden groot opgepakt. Snap je wat ik bedoel? Op grotere wijzes. Maar ik denk dat we juist misschien een manier moeten vinden om te zeggen van, oké, we weten wat de verschillen zijn tussen de twee. Hoe kunnen we het best en het efficiëntst gebruiken voor ons allemaal? Ik weet niet of je het daarmee eens bent met die stelling. Ja, ja, het is gewoon, het hangt af inderdaad. Zit je in de sportwereld waar dat je sowieso met fysieke eigenschappen heel hard rekening gaan moeten houden? Of heb je het over een bedrijf leiden of aan politiek doen? Dat zijn volgens mij, dat zijn sowieso twee heel verschillende dingen. En ik denk dat we aan het afstappen zijn van het idee mannen en vrouwen zijn twee tegenovergestelde uitersten. Ja. Want dat is niet zo. Er zijn veel meer gelijkenissen tussen mannen en vrouwen dan dat er verschillen zijn. En de verschillen tussen mannen onderling. Je kunt een heel zachtaardige man hebben en een heel grote macho man. Zijn veel groter dan tussen mannen als groep en vrouwen als groep. En ik denk dat het ook ongezond is om die verschillen heel een tijd uit. Toch sowieso qua gedrag. Hè, van biologie niet. Maar qua gedrag die heel te liggen uit te vergroten. Uw speelgoed in een jongensregion en een meisjesregion. Dat hoeft helemaal niet. Nee. In die zin zie ik wel, want ik was kind, ik ben in 1979 geboren. We hadden één soort Lego maar. Mijn broertjes en zusjes speelden met één soort Lego. En nu heb je Lego voor jongens en Lego voor meisjes. En daar ook weer, zitten we terug aan het begin van het verhaal, zitten met je marketingverhalen, want de ouders moeten twee dozen kopen. Ja. Je hebt een roze fiets en je hebt een blauwe fiets. Als je een zoontje en dochter hebt, dan moet je twee fietsen kopen, terwijl die fiets vroeger gewoon werd doorgegeven. Ja. Dat hoeft, ja. Iedereen is vrij om te kopen wat hij zelf wilt, maar je moet ook af en toe nadenken in hoeverre word ik gestuurd om dingen te kopen die ik eigenlijk niet nodig heb. Het is bijvoorbeeld ook mannentandpasta en vrouwentandpasta. Bestaat dat? Ja. Meen je? Hè? Ja, of van die handschoentjes, van die zakdoekjes voor in te snuiten. Mannenzakdoekjes voor grote mannelijke handen en dan zachte voor de vrouwen. En dan denk ik, ja. Jongens. Heeft dat dan iets te maken met die verpakkingen die dan roos en... De verpakkingen en sommige mannen vinden ook verzorgingsproducten dat die niet te feminien mogen zijn. En dan gaan die verpakking gaat dan donkerblauw of zilver of zwart zijn. En dat gaat er dan stoerder uitzien. Ik gebruik gewoon een deel van mijn vriendinnen. Ja, exact, ja. Ja. Zij heeft mezelf een paar keer moeten zeggen, koop dus je eigen deel. Omdat ik mijn deel niet gebruik en haar deel gebruik, dus... Ah, dat wist ik allemaal niet. Ja. Dat er zakdoeken, hoe belachelijk is dat? Dus eigenlijk, we weten duidelijk waar het probleem begint. Allee, of wat wordt aangestuurd. Ja. Dat is media vooral. Allee, niet media, reclames. En hoe wij dingen afbeelden. Dat eigenlijk de grote bedrijven, zogezegd, die laden eigenlijk op dat vlak grotendeels op dit moment hoe wij denken. Ja, dat... Ja. Ja, grotendeels. Ja, uw onderwijs en wat je thuis leert is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar je wordt er wel in gestuurd, inderdaad. Mm. Want zeker dat idee van mannen moeten stoer zijn en sterk en grote zakdoeken en stoere tandpasta. Dat draagt er ook weer allemaal toe bij dat zij zich niet kwetsbaar mogen tonen. En dan ga ik weer terug naar MeToo. Als zij dan eens een keer in een slachtofferrol... verzeild geraken, dat zij dat niet kunnen toegeven omdat je dan geen echte man bent en dan zit je in dat idee van een schadelijke vorm van mannelijkheid.
die dan niet goed is voor onze samenleving, denk ik. Nee. Ja, ik ben nu heel losse verbanden aan het leggen. Nee, ik vind het zalig om... Dat je wel ongeveer snapt waar ik naar toe. Ik denk dat veel meer mannen dit moeten doen. Dat is, denk ik, een beetje ongemakkelijk. Mm-hmm. Sowieso. Maar ik denk dat wij bijvoorbeeld zo'n gesprekken iets meer moeten doen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld vragen van... Gewoon het idee, ik heb ook al eens aan mijn vriendin gevraagd van... Hoe vaak zit ik eigenlijk al lastiggevallen? Mm-hmm. Dan vraag ik dat. Zij zegt dan op haar... Van, ja, in vergelijking met andere vrouwen, niet echt. Omdat zij is ook niet echt iemand die vaak op haar eentje buiten gaat gaan of zo. Ze is altijd wel in een groepje of... Zij is ook... Maar zij heeft gezegd, bijvoorbeeld mijn vriendinnen... Weet zij dat heel veel van haar vriendinnen dat wel mm-hmm. lastig meegevallen zijn. Die iets meer op een level dan mm-hmm. dat zij heeft gedaan. En ik vond het al verschrikkelijk dat ze zei van... Ja, dat is al een paar keer gebeurd. Mm-hmm. Dat ik zei van, ja, maar waarom zeg jij dat niet? En dan zegt ze, ja... Dat is normaal. Ja, ja. Allee, dat was echt haar antwoord. Ze zei zelf niet eens normaal. Ze keek gewoon naar mij van... Allee, moet ik nu alles vertellen wat er gebeurt buiten of zo? En ik dacht gewoon met mijn eigen van... What? Ja. Ik vind dat verschrikkelijk. We zijn ene keer eens gaan feesten. En ik ben eens lastiggevallen geweest. En ik weet nog hoe slechtgezind ik was. Ik was zo slechtgezind. En dan heeft zij zo tegen mij gezegd van... Alsjeblieft. Wat zeg jij nu aan het doen? Van, het is eens uw beurt om eens lastiggevallen te worden. Dus ik denk dat wij... Datzelfde dan met de Black Lives Movement dan ook. Van, het is misschien meer babbelen tegen elkaar. Misschien is in een andere kant gaan staan. Ja, inderdaad, meer praten met elkaar. En zoals jij zegt, mannen onderling misschien met elkaar moeten praten. Of elkaar moeten aanspreken op gedrag dat je ziet van, is een beetje ikkie. Nee. Zo moeten, denk ik, witte mensen ook met elkaar praten van, tjuh, wat heb ik alles gedaan dat eigenlijk niet oké was. In december is het weer Zwarte Piet. Ik ga daar misschien toch niet meer aan meedoen dit jaar, of ik ga het anders invullen. Heb ik vooroordelen als ik als baas iemand van kleur voor mij heb voor een sollicitatie? En dat je die gesprekken onderling begint te voeren. Het zijn geen gemakkelijke gesprekken, hè? Die gesprekken dat mannen onderling aan het voeren zijn of gaan voeren, dat zijn ook geen gemakkelijke gesprekken, maar ik denk dat die wel nodig zijn. Ik ben het er 100% mee eens. En ik denk vooral ook gewoon, en dat is ook zo een van mijn bedoelingen met mijn podcast dan, is niet gewoon praten. Dat doen wij vaak. Wij praten gewoon. Mm-hmm. En dan is het gewoon van, oké, ik wacht tot jij hebt gepraat. Mm-hmm. En dan kan ik antwoorden. Mm-hmm. En dan wacht jij tot ik heb gepraat. Mm-hmm. En dan kun jij... Zo communiceren wij tegenwoordig. Mm-hmm. Terwijl ik zoiets heb van, zwijg nu eens gewoon. Luistert. Mm-hmm. Als je... informatie binnenkrijgt. Ik doe dat heel vaak. Als ik informatie binnenkrijg, dan zie je mij zo naar boven kijken, omdat ik heb even tijd nodig mm-hmm. om alles op een plek te zetten. Van oké, wat heeft ze allemaal juist gezegd? Ben ik het eens met haar? Dat is mijn derde mm-hmm. gedachte. Ben ik het eens met haar? Het is eens van, oké, ze heeft dat gezegd. Ik ga proberen langs haar kant te kijken. Oké, ik kan het of ik kan het niet zo goed. Hoe zie ik het zelf? Mm-hmm. En waar... Ben ik het eens en waar ben ik het niet mee eens? En de plekken waar ik het eens mee ben, dat zal ik zeggen. En dan ga ik verder met de plekken waar ik niet eens mee ben. En ik denk dat we daar misschien iets mee moeten doen. Want dat zit ook met heel protesten. Black Lives Matter. No, all lives matter. Dat ze van, zwijg en mm-hmm. luister. Mm-hmm. En niet alleen van Black Lives Matter, maar luister ook eens naar de andere kant. Er is misschien een reden dat sommige van die mensen zich zo voelen. Mm-hmm. En dat wil niet zeggen dat ze gelijk hebben, maar zwijg gewoon eens en luister. Allee, denk ik dan, hè. Dus ik vind het zalig dat ik dat ook langs uw kant hoor. Dat je zegt van, je moet meer babbelen met elkaar en je moet... En dat doen wij iets te weinig. Ja. Denken wij. En ik denk ook gewoon als, bijvoorbeeld als vader met je dochter of zo, mm-hmm. dat misschien nog een totaal andere gevoel zal geven. Dat je misschien als papa minder de neiging zult hebben om met je dochter daarover te babbelen. Ik weet niet hoe ik mij dat zou... voel als ik later een dochter heb en dat ik aan mijn dochter moest vragen van zeg je ooit al lacht? Ik zou dat niet durven, denk ik. Nee. Ja, maar dat leert je wel. Ja, als denk je het wel, hebt. Maar ik zou dat niet durven. En dan, wat ik ook nog, ik heb nog twee puntjes dat ik heel graag over wil babbelen, dan zitten wij terug bij het feminisme. Ja. Er is ook binnen het feminisme zelf een heel groot divide, zou ik maar zeggen. Klopt. Dus jullie hebt een gezamenlijke doel, en dat is dus de emancipatie van vrouwen. Maar dan, ja, dat is zoals in elke andere organisatie, maar binnen
de feministische beweging heb jij ook een soort van, ik zal niet zeggen rassenscheiding, maar heb je meer een debat rond, ja, maar hier worden we ook niet goed vertegenwoordigd. Vooral door vrouwen van kleur dan. Ja, klopt. Intersectioneel feminisme is denk ik wel. Dat was het woord dat ik zocht, inderdaad. Ja, en ik weet bijvoorbeeld, in het begin was dat een heel groot kritiek, want ja, het is geen debat dat origineel feminisme heel hard gevoeld was door de middenklasse blanke vrouw. En waarom zeg ik de middenklasse blanke vrouw? Omdat er ook niet de arme blanke vrouwen waren die daarin meededen. Het waren de vrouwen die iets van... Ja. Dus wat wordt er bijvoorbeeld... Ja, ik weet dat jullie niet echt een groep zijn. Feministen zijn geen groep. Dus het is niet alsof jullie elk vrijdag een vergadering hebt om samen te zitten. Maar wat wordt er volgens u gedaan om dat tegen te gaan? Ja, er wordt sowieso over nagedacht, er worden boeken over geschreven. Die term intersectioneel feminisme, die bestaat ook al even. Dat is geen nieuwe term, maar die is nu wel meer mainstream aan het worden. In die zin dat mensen begrijpen dat feminisme niet alleen gaat over, of gelijke rechten niet alleen gaat over gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, maar dat je daartussen ook nog heel veel andere kruispunten hebt. Zoals uw economische status of uw sociale klasse, uw achtergrond of uw huidskleur, uw geaardheid, fysieke beperking. En dat al die dingen meespelen voor de manier waarop jij behandeld wordt. Of dat je een appartement kunt krijgen, of dat je een job vast kunt krijgen, of dat je promotie kunt krijgen op je werk. En inderdaad, feminisme is ontstaan vanuit een soort van middenklasse vrouwen die hoger op wilden geraken, die die posities van hun man wilden hebben in de politiek, in de bedrijfswereld. Maar bijvoorbeeld de suffragettes, de allereerste feministen, die dwongen de vrouwen van kleur om helemaal achteraan te laten lopen in de protestmarsen. En dat zijn dingen waar dat de vrouwenbeweging niet zo fier op is of niet fier op hoeft te zijn en die zij ook onder ogen moet durven zien. En dat feminisme niet alleen gaat voor de 1% rijkste vrouwen die de topfuncties kunnen innemen, maar ook gaat voor de 99% armere vrouwen die in de eerste plaats in het bedrijf willen binnengeraken. Ja. Want er wordt ook vaak gezegd, ja, die topvrouwen die die topfuncties hebben, die kunnen alleen maar hun job doen omdat ze een heel team van vaak arme vrouwen of vrouwen van kleur hebben die hun was doen, die poetsen, die voor hun kinderen zorgen, die al die dingen uitbesteden die dat zij zelf niet kunnen doen. Ja, dus. Ja. Want een goed voorbeeld daarvan is ook het hele debat in Amerika tussen de Confederate flag en blablabla, vind ik ook super interessant. Maar ik ben daar dan een groep ingekomen van het hele idee, een van de grote ideeën dat het Zuiden denkt hoe het vandaag denkt, kwam door een groep vrouwen. Dus vrouwen die eigenlijk aan de ene kant aan het vechten waren van wij willen iets meer gehoord worden, maar aan de andere kant ook aan het vechten waren van deze is onze geschiedenis niet. En die hebben eigenlijk zoveel politieke macht gehad, dat die de meeste standbeelden die in het Zuiden zijn, opgericht zijn door dat groepje. Dus daar hebben inderdaad vrouwen die dan vechten voor vrouwenrechten, maar dan niet vechten voor het collectieve vrouwenrecht. Nee, maar vechten alleen voor witte vrouwen. Voor witte vrouwen. Dus inderdaad, en dat zie je ook meer op Instagram en zo, veel zwarte en vrouwen van kleur dan, die dan heel vaak aan het zeggen zijn van, maar het feminisme, daar sta ik niet voor. Want dat word ik niet in gecategoriseerd. En ik vind dat spijtig, terwijl ik zoiets heb van, feminisme zou gewoon één betekenis moeten hebben, het is emancipatie van vrouwen. En het zou niet van kleur moeten zijn, het zou niet van... Maar ik denk dat we daar in vergelijking met vroeger al veel beter in... Ja. In zijn. Ja, dus. Dat denk ik wel, ja, inderdaad. En ja, zoals jij zei, de protesten vandaag worden vaak getrokken door vrouwen van kleur. Ja. Zij gaan de nieuwe rolmodellen zijn en zij gaan een nieuwe generatie beïnvloeden en inspireren. En op dat vlak kan het inderdaad wel snel veranderen. Ja. Dus Sophie, Thomas heeft juist aangegeven dat we moeten beginnen afsluiten. Ik vond deze superleuk, zoals al mijn gesprekken eigenlijk tot nu toe. Hopelijk kan ik u nog eens uitnodigen voor een... Graag. Nog een gesprek. Ja. Of als je ooit zoiets zegt van... Ja, weet je, dat mag Malvin wel weten. You got my number. Oké, super. En dan doen we dit nog eens. Oké, goed. Super. Heel goed. Dank je voor de uitnodiging. Super graag gedaan. Je waart
De bedoeling was dat je mijn eerste gast ging zijn. Ja. Maar met gebeurtenissen daar rond, ja. Eerst waren jij ziek en dan uiteindelijk, ja, corona heeft dan gezegd, no way, go say. Maar ik vond deze super interessant. Ja, het was echt, het was heel aangenaam. Super, dankjewel. Oké. Okay. Ja.